Ik heb een brief gekregen van mijn huisarts, ja. Met twee uitnodigingen. Maar wat denk je zelf, hè? Van de griepprik. En ja, ik kan het niet uitspreken. Pneu. Dus P-N-E-U. Pneu. Mokokken. En anders een oude t-shirt van jezelf of een truitje die te klein is, die even op maat vastmaken met naald en draad of zo. Even een paar naden erbij. Dat kennen we niet. Kennen we niet, je doodlui leeft nog en wil niet lijden naar. Ik heb dat ook nooit geleerd. Dan wordt het hoog tijd. Nee, daar hebben we een vrouw voor. Helemaal niet. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag reeds zaterdag de 21ste van de 10e, 2023. En we leven al wel weer, schrik niet, hou je vast, om 16:27. Ik heb een brief gekregen van mijn huisarts, ja. Met twee uitnodigingen. Nou, wat denk je zelf, hè? Van de griepprik. En ja, ik kan het niet uitspreken. Pneu. Dus P-N-E-U. Pneu. Mokokken. Pneumokokken. Zijn bacteriën waar u erg ziek van kunt worden op uw leeftijd? Mensen die dit jaar 63 tot en met 66 jaar worden geboren, ja, vanaf 1957, ja, het zal me een worst wezen, voor deze prik. De prik maakt de kans kleiner dat u ziek wordt door pneumokokken. Ja, het zijn twee K's, drie K's eigenlijk, kokken. Nou, wat denk je zelf? Ja, ze hebben het ook over corona erin. Nou, nee. Als u koorts heeft op de dag dat u de prik krijgt of klachten heeft die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus. Ik ga geen één prik halen. Ik heb de griepprik één keer in mijn leven gehaald omdat van mijn moeder moest. Maar kijk. Nee, we doen het even ook in het envelopje. Zo, dat is 1, moet ik wel willen, dat is 2, en wil dat of weer niet, 3, 4, Hup. Zo. En dat gaat de vuilnisbak in. En jullie zijn getuigen dat ik het allemaal niet doe. Nee, ik doe het niet. Dan moet je die lucht daar zien. Zo. Zo, daar zit het in. Jullie hebben het gezien. Dus, komt helemaal goed. En daar zit mijn grote meid. En daar ligt mijn kleine meid. Maar dat is knudder weer. He, zodra het weer droog wordt, gaan we weer lopen. He, ja, hè? Ja. Kom eens met die grote voorpoten. Kom eens. Oh, ga je het niet doen. Wat ga je dan doen? Ja? Ga je dat wel doen?
Ja, ze zijn echt heel erg lief, die twee van mij. Maar in ieder geval, ik had vandaag beloofd om een vraag te beantwoorden van onze lieftallige Mirjam Eleveld, die in Tunesië woont en maar graag weer naar Nederland terug wil, maar ze is er ook wel mee bezig, zover ik weet, maar hoe en wat, weet ik niet. Ze heeft een vraag gesteld en daar moet ik nog steeds mee aan de gang. Want, ja, wat is het oudste gedeelte van een helder? Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Dat moet ik eens even aan mijn broertje vragen, aan Koen. En wat kan jij daarover vertellen? Wel je straat was dat hoeveel mensen max woonden er vroeger. Ik zou het echt niet weten. Kijk, ik ben geboren en dat heb ik in een vlog al laten zien. Aan de Anemonenstraat, dat was een spoor. Maar hoeveel mensen er daar toen woonden, ja, dat weet ik niet. Nee, Anemonenstraat 12, daar ben ik geboren. Nou ja, jij hebt ook Google Map op je mobiel, Mirjam. Ik zou zeggen, Anemonenstraat nummertje 12 aan het spoor, ja. Daar ben ik geboren. Ja. Maar dat zijn mooie, oude, kleine huisjes. Maar ja, van hoe oud, ja, die stonden er dus al dat ik werd geboren. Nou ja, reken maar uit, je weet hoe oud ik ben. Ja, ik ben 66 nou. Ik ben van het bouwjaar 57. Ja. En dus, nou ja, en toen zijn we op een gegeven moment ook verhuisd naar de Oudenhelder. Zo heet die wijk, Oudenhelder. Daar heb ik gewoond in de Jacob Beenstraat. Maar hoe oud ik was, ja, Joost mag het weten, dat weet ik niet meer. Nee, weet ik dat we er gewoond hebben en ook op nummer 12. En van daaruit zijn we weer naar Tuindorp gegaan, waar ook de Anemonenstraat bevestigd is. Naar de Tuinstraat 43. Ja, en van daaruit zijn we naar Friesland gegaan. Ja, maar dat behoort niet bij Den Helder. Nee. Maar ja, hoeveel max? Ik zou het niet weten, dan moet ik naar het gemeentearchief toe gaan en moet dat allemaal uitzien te zoeken of zo. Ik zou het echt anders niet weten op mijn broer vragen. Ik weet ook niet of die het allemaal weet. Dus ja, ik ga nou wel eventjes door met vraag 2. Stel, je wilt per se naar het buitenland. Naar welk land zou jij toe gaan en waarom? Hé, dat lijkt mij, het lijkt heel veel op een vraag van mijn schoonzoon en mijn dochter Karin en Roderick. Enkel die hadden het erover van teleporteren. Nou, met teleporteren dan ben je er in een paar seconden ben je er. Ja, maar ik durf niet in een vliegtuig. Maar stel dat ik dat wel durf, dan zou ik sowieso... naar Amerika willen, want daar woont mijn ex-schoonmoeder. Dat is wel een ras echte Friesin, maar ze is daar naartoe geëmigreerd vroeger. Wat ik ook dolgraag zou willen, maar dat kan desnoods nog mijn auto, dat is naar Spanje. En dan die vakantietrip houden die mijn ouders ooit hebben gedaan. Dat was in Spanje, Benidorm. Van Benidorm trokken ze door Portugal heen naar Marokko. En in Marokko vonden ze een gezinnetje met een omaatje erbij die in een golfplaten hutje woonde en alles in één ruimte moesten doen. En er was een jochie bij. Die was eigenlijk invalide, laat me zeggen. Die had speciale schoenen met beugels. Dat kon heel moeilijk lopen. Maar dat kon hij sowieso al, want de teentjes stonden krom in die schoentjes. Dus dat hebben die Nederlanders onder elkaar gedaan. Ze hebben geld gelapt. Ze hebben dat jochie bij mijn ouders in de auto gezet. En ze zijn schoenen laten maken speciaal voor dat kind. Want het moet speciaal wezen. Met beugels eraan. Nou ja, wat wil je nog meer, ja? Ik bedoel... Ja, het heeft al met al toen destijds in guldens nog 50 gulden gekost. Kun je nagaan. Ja, al met al nieuwe schoenen en die beugels eraan. Maar ik zou eigenlijk dat kind, wat nou een volwassen persoon zal zijn,
willen vinden. Ja, maar ja, dat zal helaas nooit gebeuren. Nee, dat zal helaas nooit gebeuren. Ook heb ik helaas geen foto van het kind. Had ik het maar, ik heb wel het dagboek van mijn moeder met foto's en alles erbij. Die hield de vakantie altijd bij, schreef ze erover. En dat heb ik nog wel, maar geen foto van dat kind. Geen, ja, niks te vinden. Dus ja, dat vind ik wel weer jammer. Had ze eigenlijk ook moeten doen. Maar in ieder geval, ja, dat was dus vraag 2. Ik zal, ja, je weet gelijk de redenen nou ook, hè. Ik heb nou wel meerdere opties gegeven, maar ja, dat zou ik wel willen. En, omdat ik ook met mijn man eigenlijk, met Jack, eigenlijk ooit nog eens een keer naar Parijs zou willen. Zou ik dat ook nog willen, maar ja. Wat kan je met zo'n snelheidstrein doen, dus ja. En dan zouden we eigenlijk een dagje gewoon, hè. Gewoon van, ja, ik ben in Parijs geweest en dat is het. Weet je, zo op die manier. Maar ja, dat doe je niet alleen, weet je. Nee, doe je niet in je eentje. Maar ja, oké, lieve schat, dan weet je dat. Dit was even voor jou en ja, nou weten ook de anderen meer, maar ja. Ik stap sowieso niet in een vliegtuig, want dat is voor mij een donderdelding. Die komen naar beneden. Ik stap niet op een boot, want dat is voor mij een aquablobblob. Die zinken naar de bodem. Hoeft voor mij ook niet. Dus ja, en ja, ze zeggen wel op de weg gebeuren de meeste ongelukken. Maar ja, ik kan niet zwemmen. Ik kan mezelf, ja, ik kan wel een beetje zwemmen, maar om mijn eigen nou te redden met kleren en al aan. Nee, dat gaat het niet worden. Een vliegtuig, nou, ik heb geen vleugeltjes gekregen om ook eventjes mezelf te redden om te gaan vliegen. Nee, dat gaat het hem ook niet worden. En een auto, ja, je bent toch op de weg, je blijft op de weg. Ja, met lopen ben je op de weg, met fietsen ben je op de weg. Je kan overal een ongeluk mee krijgen. Maar op de weg is het bij mij nog, je kan er heel hard afkomen. En in de lucht en op die boot, niet. Nee. Dus ja... Ik ga dus daar niet in en ik heb hoogtevrees, ja. Dus nee, dat wordt het hem niet. Dus ja, die vraag gaan we weghalen aan Mirjam. Die gaat fietsen stelen, zo. En dan zet ik, dan moet deze even zakken. Zakken. En dan zet ik er boven. Eventjes. Koen. Vragen. Zo, en dan komt er hier een streepje onder. Voilà. Tjuk. Nog een stukje verder. Dat gaat dus over de oudste gedeelte. Die laat ik gewoon staan. En die stel ik eens even aan mijn broertje. Zo. Zal ik die ook gelijk even afhandelen? Wie was in jouw ogen de beste minister-president ooit in Nederland en waarom? Nou, ten eerste hield ik me met de politiek nooit bezig, want het interesseerde me geen ene bal. En wat er nou speelt, nou ja, ik mag het niet zeggen. Ik mag het wel schrijven in je messenger. Maar op een nette manier gezegd, het hele zootje, al die vuile ratten, behoren in levenslang, totdat de dood erop volgt, in een donkere cel thuis op water en brood. Op de goeie rekenen. Maar het zootje wat nou over ons heerst, weg ermee. Ja, maar ook het netjes. Ja, maar ja, dat zal ik je wel... Ik ga dat in je messenger zetten, ja. Nou ja, en de rest, dat komt nog wel, schat. Ja, je hebt nou een paar vragen gehad. En ik zal die onder mijn muis doen, even kopiëren. Kopie. En dan ga ik naar Facebook toe. Er gebeurt weer van alles daar. Facebook.
Ja, dan moet ik al die plaatjes wegschieten. Nee, jongens, wees eens even lief. Dan moet ik Mirjam opzoeken. Mirjam. Eleveld. Ik denk dat ze komt naar boven. Ja, welke moet ik nog hebben? Ook dat nog. Nou, ik zet ze allebei. Ja. Zet de plaatjes nog niet eens niet gezien in de messenger. Kun je nagaan. Ik kan nog niet eens niet schrijven, want ik krijg allemaal plaatjes ervoor van het nieuws. En dat is balen. Tjoe. Nou, ja echt hoor, dan moet je hier ook. Dat plaatje zit ervoor. Nou, dan klik ik het weg. Oh, hij gaat nou uit zichzelf weg. Maar nou rustig, goh. Hup. Plakka. Ja, nou. En dan zal ik daarbij neerzetten wat ik er echt van denk van die lui. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van alles met wat jullie doen. En zoals ik zie, blijft dat er ook. Ik snap daar ook niks van. Echt, niks. Er zou een heleboel regen komen. Dat kwam eraan. Even Mario een duimpje geven. Naar het weer. Daro. Buienradar. Ja, daarom. Kijk wat eraan komt. Ja, nou, en ik heb niet een fatsoenlijke regenpak. Ik heb niet fatsoenlijke schoeisel omdat het droog blijft. Mijn pijpen gaan er al uit mijn laarsjes. Ja, ik kan er niks doen. Ik heb nou enkel laarsjes aan, die boots. Maar ja, je krijgt het drijf naar de voeten. Deze is weer anders. Ook kijk, een hele kleine droge periode. Maar dat red je ook niet, want in die droge periode zit ik met jullie te kletsen. Of ik had mijn jas aan kunnen doen, et cetera. En dan ben je halverwege een beter huisnaad. Ja, dat doen we maar niet. Maar ja, ze kunnen de tuin in. Ik vind het prima. Maar zodra het droog is, gaan we lopen. Echt droog. Maar, komt goed. Ik ga gewoon vol goede moed. Ik moet even mijn laarzen weer voelen. Ik moet ook nieuwe laarzen hebben. Ik moet een regenbroek hebben. Ik moet nieuwe laarzen hebben. Dat moet ik hebben. Ja. En de waterdichter. Ja. Want dit staat nou ook weer op stroom. Dat die pijp eruit komt. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. De linkerpijpen blijven bij mij erin zitten. De rechterpijpen van mijn broeken niet. Ook zo dom. Hé je. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen en geniet een beetje gewoon lekker mee. Ja, en zoals jullie zien, lieve vrienden, is onze Patrick er ook weer. Ja, die heeft Rijk op schoot en Elwin die ligt daar. Maar ook is Skyler en die heeft even de meisjes net uitgelaten voor me. Hartstikke lief, dankjewel lieve schat. Altijd goed. Altijd goed, zegt hij. En die heeft er ook al naar eens in. He? Ik moet ook nodig de haartjes wegknippen. Heeft vorige week mijn vriendin gedaan. En maar te weinig. Ik knip veel meer weg. En dus dat moet ook even gedaan worden. He? Ja, schat. Doet u dat altijd zelf? Haartjes bij de ogen wegknippen, ja. Ik want voor zelf. De rest moet ze nog knippen worden? Nee, denk je dat ik haar vacht wegknip? Nee. Ja, nee, ja, ik ging altijd bij mijn chichu ging ik altijd naar Kapster Petra. Naar Trimsalon? Ja. Ja, Hondenkapper Petra. Ja. En waar zit die? Die zit voorbij Hotel Den Helder, heb je daar rondonder. En dan de eerste erop. Dat zit dan. Ja, maar bij de tuincentrum heet er ook een. Ja, nee, dat is... ja, en de tuincentrum, daar ben ik geweest om dat jasje te kopen. En die hebben gezegd, nee hoor, dat is helemaal niet nodig voor haar. Enkel bij de oogjes. Nou, ja, dat doe ik zelf. Ja. Ze heeft lang ruig haar en ze heeft per zomervacht en ze heeft per wintervacht. Maar die wintervacht is ook maar niet heel. Dat is niet veel. Dat
Dat zei ze zelf ook. Die beestjes hebben het altijd koud in de winter. Er moet echt wel een jasje aan. Zo'n pudding is ook net zo'n trilpudding buiten. Ja, maar jij weet je wat het probleem is? Als ik voor binnen nu een jas ga halen en hij valt af, moet je nog een ander jasje halen. En dan blijf je kosten maken. Ja, dat moet je niet doen. Je moet afwachten. En anders een oude t-shirt van jezelf of een truitje die te klein is, die even op maat vastmaken met naald en draad of zo. Even een paar naden erbij. Dat kennen we niet. Kennen we niet, je doodlui leeft nog en wil niet leiden naar. Ik heb het ook nooit geleerd. Nou, dan wordt het hoog tijd. Nee, daar hebben we een vrouw voor. Helemaal niet. Mijn eigen zoon, die kan het ook. Die papa ging er achter de mijne niet zitten. Ik wist gewoon dat ik een reactie zou krijgen. Ja. Dat is het enige waar je moet jezelf kunnen redden als je geen vrouw hebt. Ja, ja dus echt. Dan zorg ik gewoon dat het bij de ritsenmaker komt of zo. Ja, maar dat kost allemaal geld. Tuurlijk. En om geld te besparen, dan moet je het zelf leren. Maar voor een naaimachine heb ik toch ook geld nodig? Ja, maar dan kun je tenminste zelf alles doen wat je maar moet doen. Oké, maar geld blijft geld. Ja, maar met laten maken en vermaken kost het nog meer geld dan je eenmaal een naaimachine koopt. Van een paar honderd euro. En je kunt ook tweedehands. Rataplan heeft genoeg. Ja, ja. Of die andere. Waar moet ik kwijt? Ik heb niet eens een huis. Bij Patrick neerzitten, want Patrick die moet ook naar je. Ja, maar de oude daar is zoveel ruimte. Ja, nou ja, maar het past in een koffertje. Dus hoe dan? Ik heb er trouwens drie, ik kan er ook eentje van mij kopen. Oh, kijk hier, die bovenop zolder staat. Ja, dat weet ik niet. Ik kan een naaimachine kopen, maar wij begonnen ook niet hoe het ding werkt, dus dat gaat toch niet. Ik kan naald en draad. Wat moet je? Infusion inzetten. Wat moet je? Nou, dat is eigenlijk geen naaimachine, ik zou knuffel. Hey, op schoot. En dan moet die weer mekkeren. Ja, we lopen op de vloer. Moet je daar weer heen? Nou, die zit onder het tafeltje. Nou. Nou. Doe dan, doei. Toen dan, doei, zegt hij. Toet. Met die neus. Maar in ieder geval, ja, wij zitten hier aan de koffie. Lekker bakje koffie. En daar gaan we van genieten. Dus ik zou zeggen, later. Ja, lieve vrienden, ik zit weer met mijn jas aan. Ik zit klaar. Tenminste, ik moet het nog verder dicht doen. Ik heb het nog niet helemaal dicht allemaal. En mijn sjaal moet ik nog beter doen. Want ik kan het niet tegen als die stijf om mijn keel heen zit. Dat kan ik niet handelen. Dan word ik gek. Het moet een beetje wijd zijn. Maar toch ook wel weer behagelijk. Maar ja, het is niet... Ja, hij zegt 12, maar daarnet zei hij 13 in de computer. Zegt ook 13, dus ja... Weet niet, maar in ieder geval. En de knopen moeten nog dicht. Ik heb alleen al de rits dicht. En dan ga ik mijn meisjes weer lekker uitlaten. En het is inmiddels 10:50. Dus lekker bij tijd. En de vlog die is aan het opslaan op mijn computer. Dan kan ik hem straks als ik terug ben naar YouTube brengen. En dan kan ik nog even rustig naar Facebook. En daarna lekker naar bed. Dus ik sluit bij deze gelijk de dag maar weer even af. Dus ik zeg welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, het is morgen zondag. Dus ga je naar de kerk. Een hele fijne, liefdevolle kerkdienst geweest. Ik luister weer via het computer lekker mee. En geniet van alles. Van het zang en het geluid en de preek van de dominee. Geniet ervan. En geniet verder van de hele zondag. En van je familie, vrienden, kennissen, weet ik van wie. Geniet ervan. En jullie weten het ook. God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!